Ja, laten we drie. Ja, hoor. Ja, daar zijn ze voor. Ja. Hey, ja, one man. Ja, toch. Ja, toch. Jullie vragen, wij draaien. Daar zijn ze, mannen. Nu. Ja, jongens, brand maar los. Jullie mogen alle vragen stellen die jullie willen. Oh, we krijgen verzoek dat ze mee mogen doen met de live video. Is dat de bedoeling? Voor mij mag iedereen meedoen. Boadu. Nee, die is er niet. Bizot. Ja, die zit hier. Ja. Aha, present. Hallo. Hey, hallo. Shoot. Hallo, shoot. Gaat heel hard. Hey, Bert. Ja, gaat goed hier. Allemaal goed. Ja, gaat heel goed. Een goede week gehad. Hey, Steeks, ga eens weg, man. Onze oranje fans. Damien, Nas. Hallo. Goedenavond. Iets verder. Kijk, Jongens. De wit. Ja, maar wit. Die is er ook weer. Owen is lam. Oh nee, Owen lam. Sorry. Oh. Weet niet eens hoe het werkt, joh. Stel een vraag dan, Mayron Boadu. Ja, jongens. Het is bedoeling dat de vragen worden gesteld, hè? Marco, Ari Memmi, ken ik niet. Heb je genoeg koffie gehad? Nee, dat heb ik niet gehad nog. Ik wil nog steeds meer. Hebben jullie nog nieuwe aanwinsten? Dat vraagt Sander Terriers. Ja, zeker. Ramon Leween, Hakon Evjen. Ja. En dat was het al, hè? Een paar gebaseerden die weer terug zijn. Ron Vlaar, je lijkt op Jack van Gelder. Ja, dat zeg ik nou al de hele week tegen hem, maar hij gelooft me niet. Marco, eerste keeper in oranje. Vito Bloetjes. Nou, dat is toch een mooi compliment. Dat is mooi. Dankjewel, Vito. Marco, het ging even te snel. Wat vind je van Jasper Schendelaar? Ja, dat is een hele goede jongen, aardige kerel. Hij is wel goed met DOS. Ja, hij kan goed spelletjes spelen. Voor de rest valt het mee. Kan je naam zeggen? Levi Krap, ja natuurlijk kan dat. Jou ook. Hé, hey, Levi. Wieso vind je het ook niet dat je vaste keeper van het Nederlands elftal moet zijn? Nee, dat vind ik nog niet. Daarvoor moet ik nog iets meer ervaring op doen. Ron Vaart terug in oranje, dat vind ik wel inderdaad. Dat zou fantastisch zijn. In het veteranenelftal dan? Is het dat? Nee. Oh. Nou, dat vind ik een mooi compliment. Dankjewel. Ja. Marco, ben jij neef van Mario Bisot? Ja, correct. Mario is mijn neef, inderdaad. Jaden Wilson, alsjeblieft, jongen. Ik heb je naam gezegd. 072 erachter, hè? Even correct. De enige echte? Wie is dat? Mees Bakker, nooit van gehoord. Helaas. Begint hij ook wel. We gaan morgen weer terug naar Nederland. Het fanaccount van Pantelis Hatzidiakos. Ja. Welke tijd zijn jullie door AZ gescout? Ik was 12, toen kwam ik in de jeugdopleiding van AZ. Ja, ik ben 2 jaar geleden door AZ gescout. Was ik 26. 26? Ja, 26. Vrij jong. Finn Middelburg, dat kunnen wij allebei zeggen als je dat graag wil. Finn Middelburg, uiteraard. Ga jij de volgende penalty nemen? Ja, dat is goed. Wat was de mooiste test van het seizoen? Wie stelde die vraag? Dat ging te snel. Oh, ik stond er iets met F. Drijf, maar. Oh, vervelend. Ja, vervelende gast. Zullen we een Antwerp uitzeggen omdat hij een keer binnenknikte? Oh, toen hij een keer scoorde, ja, is goed. Ja. Okay. Antwerp uit, Freddy. Als heel AZ in het Nederlands elftal zat, wonnen we het WK. Nou, het is vrij opportunistisch. Wel zou, mooi. Zou kunnen. Mooi compliment weer, dankjewel. Danielle Pover, hallo. Teun Boekel, ja. Alsjeblieft, jongen. Hey. Als je daar een hele fijne avond te krijgen, dan doen wij dat graag voor jou. Ferdy Druijf wil weer eventjes graag melden dat hij 2 keer gescoord heeft vandaag. Weer. God, wat is hij toch lekker bezig. Zal iedereen gewoon nou ook online zitten in een hotelkamertje, of niet? Ik denk het wel. Jongens, ga gewoon even terug Netflixen en laten gewoon de andere mensen even leuke vragen stellen in plaats van jullie. Hey. Jullie storen ons echt. Kelvin Stengs hier. Wat vinden jullie van Stengs zijn kapsel? Ja, goede vraag, Kelvin. Ik heb liever die afro, hoor. Ik zou kaal een keer leuk vinden bij jou. Doe dat maar eens. Hey. Dan krijg je dit. Is ook mooi. Knapt u wel van op. Ferenc Bokros. Spreek ik dat goed uit? Ik hoop het. Reageer even als ik het goed uitgesproken heb. Even. Het gaat snel, jongens.
Ja, zie je wel. Ja, je hebt gelijk, hoor, Manon. Buurma Mol. Ze verstoren ons moment met jullie. Met onze fans. Zouden we jeugdtrainer willen worden? Ja, wellicht wel, ja. Zeker. Ja, maar dan wel op Curaçao of lekker warm eiland, in ieder geval. Ja, dat is heel heerlijk. Steens kaal. Oh, dat zegt Jesse. Ja, meer mensen, meer mensen willen dat. Wanneer we weer naar home komen? We hebben net ook al gezegd, we gaan morgen weer lekker naar huis. Sjoelen. Ja, Ralf, zeg het eens, jongen. Ralf 2010, wat is er? Wie is jullie grote voorbeeld? Jeetje, wie is mijn grote voorbeeld? Cannavaro. Ja? Ja. Manuel Neuer. Manuel Neuer, dat is een goeie. Dat is goed, hè? Oeh, Apollo 68, Uiteensbroek uiteraard, of AZ. Ja, kan ik niet tussen kiezen, dat is te moeilijk. Kies ik AZ. Je mag niet meedoen tegen Willem II, nee, dat klopt. Nee, Rick Hesp, dat klopt. Ik mag helaas niet meedoen. Wie heeft een mooiere vrouw? Ja, dat vind ik vind van Nick en Marco vindt van Marco. Maar ja, dat is natuurlijk een inkoppertje. Of een vangbal in dit geval van Marco. Ja, ja. Dan knik jij hem binnen en dan vang ik hem. Ja, dat is goed. Beker winnen. Dat is wel een goed idee een keertje. Dat zou wel heel fantastisch zijn. Mooie doelstelling, zeker. Ja. Ronnie uit Hensbroek, dat klopt. Ron uit Hensbroek, hé. Troefoe. Jongens, het zou mooi zijn als de fans van AZ ook even meelezen met de spelers van AZ. Die treurig, jongens. Willen graag ook hierop reageren. Ze zijn allemaal jaloers dat wij wel mogen zitten en zij niet. Ze willen allemaal weer ook een vinger in de pap hebben. Ja, ja. Marco, wanneer wil je debuteren, Stefan Buijs, bij het Nederlands elftal? Ja. EK zou wel toch zijn, hè? Het liefst zo snel mogelijk, maar het komt zoals het komt. We wachten het rustig af. Vinden jullie dat Wijndal naar Oranje moet? Dat is een hele goede vraag. Hij is goed bezig. Hij is goed bezig, ja. Dat klopt zeker. Ik zou hem wel eens een keer willen zien daarin, ja. Zeker. Ja? Jij? Ook. Ja, het zou mooi zijn voor hem. Ja, dan krijgt hij nog grotere mond. Dat wel, inderdaad. Ja, maar goed, dan kunnen wij weer een beetje... Dat is wel leuk. Dat is wel leuk, ja. Dan kunnen we een keer even snoeren. Ja, dat zou wel gaaf zijn. Wie van Jong AZ vinden jullie het beste? Jeetje, wie is van Jong AZ het beste? Jong AZ. Ik zou zeggen de nieuwe Frenkie de Jong. Moeten jullie raden wie dat is? Nieuwe Frenkie de Jong hebben wij lopen in Jong AZ. Mag ik wel raden? Hij is ook mee op trainingskamp nu. Oké, is goed. Nou, ik ben benieuwd of mensen het antwoord weten. Ja. Sommige vragen kunnen we echt niet, dat slaat helemaal nergens. Jawel, je mag vanavond moet je alles beantwoorden, joh. Dat is juist fantastisch. Okay. Ja, kijk eens, ik heb hier al het goede antwoord gevonden. JBR072. Kenzo Goudmijn. Goed bezig. Goed bezig, Kenzo. Hij is scherp. Ja, hele goede week gedraaid. Milan Schakers. Het gaat zo snel, Milan. We proberen alles te beantwoorden. Kan helaas niet, maar probeer het nog eens een keer, zou ik zeggen. Goed uit Friesland. Nou, groetjes terug. Oliva, ja. Wat was persoonlijk jullie beste wedstrijd dit seizoen? AZ Alkmaar fans. AZ Alkmaar fans, ja. Ik denk dat dat natuurlijk de terugkeer was in het eigen stadion. Ja, maar ik denk dat die bedoelt wedstrijd. Jouw beste wedstrijd was dit seizoen, kwalitatief. Ja, dat bedoelt... Over het algemeen gezien was het de thuiswedstrijd tegen Ajax. Die was het allerbeste voor iedereen. Ja, omdat alles mooi samenviel. Maar kwalitatief was het niet de beste wedstrijd. Zolang je maar wint. Dat is waar. Uiteindelijk gaat het om de punten. Mijn beste wedstrijd was denk ik United thuis. Vond ik. Vind ik zelf. Maar goed. Misschien hebben jullie een andere mening. Dus. Nou goed. Dat mag. Ja. Even kijken hoor. Wie is ouder? Ja, dat kan je zo zien natuurlijk wie ouder is. 34. En jij? Die dunne. Waar is die dunne? Je bedoelt Rick Rietveld? Die zit hier al rechts van ons, Rick. Dat datamannetje. Doe even je hand omhoog. Hey Rick. Misschien kunnen we hem even laten zien of... dat willen we de kijkers niet aan. Ja jongens, kijk jongens. Even een beetje bij opletten hier. De vragen komen weer door, joh. Hoe doet Leeuwin het bij AZ? Ja, goed. Ik denk dat hij het hartstikke goed heeft gedaan deze week. Zeker, ja. Klopt. Het is wel... Hoe is het met Jordi? Jordi gaat het ook goed. Top fit, die gozer. Kelvin is in slaap gevallen, denk ik. Ja, die doet niet meer mee. Nee. Wie doet het stoerst in de kleedkamer? Owen Wijndal. Owen Wijndal?
Nee, ja, denk ik. Wie dan? Ja, ik denk toch... ja, Owen Wijnal. Ja, ik hoef er niet lang na te denken eigenlijk. Nou, die hebben wel een stuk langer dan ik. Marco, heb je het gelukpoppetje weggegooid? Ja, die heb ik achter moeten laten in de kleedkamer van Sparta, helaas, inderdaad. Hij bracht geen geluk, als ik het zo mag zeggen, inderdaad. Spijt me. Kelvin, 038. Jij ook de beste wensen natuurlijk. Eigenlijk mag het niet meer, het is al 10 januari inmiddels. Maar goed. Beste wensen, jongen. Wij zijn de broers ook weer niet. Zo is dat. Hoe lang ga ik nog door in AZ? Nou, voorlopig tot het einde van het seizoen en daarna zien we wel weer verder. Als hij dat volhoudt natuurlijk, maar we gaan er wel vanuit. Ja. Wie van AZ kan het meeste bier tanken? Ja, dat kan er maar één zijn. Kijk je naar mij? Nee. Ja, ik denk gelijk aan Freddy Druijf. Ja. Ik weet niet of hij bier lust, maar als ik aan... Ja, dan denk ik aan hem. Maar hij is meer van de wijn, toch? Dat weet ik niet. Als je maar lang genoeg wacht. Ja. Even stampen. Ja, maar dit gaat heel slecht. Dit is een hele slechte grap, Ron. Oh, mensen vinden dat niet meer. Ja, de goat. Nou, mocht ik willen. En hou jij dat ding eens een tijdje vast. Ik krijg een lamme arm. Ja, vind ik een goed idee. Ja, goeie avond jongens. Verder rest veel plezier. Als er geen vragen meer zijn... Ja, Daad Smit. Wij gaan inderdaad bij Bela gaan we even een singeltje opvragen. Ja. Hij heeft het hartstikke goed gedaan, zijn songtekst. Oh. We worden hier in de herhaling gegooid. Ja. Iemand komt er langs. Ja, dat is tof. Ja. Hoe is Evjen? Ezra. Wordt gevraagd door Ezra. Evjen is een hele talentvolle jongen. Hartstikke goede jongen. Ja. Je ziet echt dat hij heel veel kwaliteit heeft. Zeker. Ik denk dat hij echt een versterking is voor onze ploeg en in de selectie. Dus, goeie gozer. Daar heel blij mee. Ja. Willen jullie mijn naam noemen? Las Vink Tennis. Hele vreemde naam op zich, Vink Tennis. Maar bij deze jongen, alsjeblieft. Messi of Ronaldo? Kies voor Messi. Ik heb daar helemaal geen keuzes in. Ja, dat maakt helemaal niks uit. Ja, ik kies alleen maar keepers, man. Ja, precies. Waar zijn jullie? We zijn in Oliva in Spanje. En, ja. Prima weer gehad. Alleen vandaag tijdens de wedstrijd begon het ineens te hozen. Storm. Vandaag een hele slechte dag gehad. Altijd maar... één keer per week waar we zijn. En altijd één keer slecht weer. Ja, behalve in Nederland. Dan is het 6 keer slecht en 1 keer goed. Ron, wat is de beste elf waar je ooit mee hebt gespeeld? Jezus. Dat is een goede vraag. Goed. Ik heb er toevallig al wat eerder over nagedacht deze misschien week. Moet je als club nadenken. Wat voor club? Ja, kijk, het Nederlands zelf is natuurlijk wel een ander verhaal. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat het elftal waar ik nu in mag spelen en waar we nu mee bezig zijn met z'n allen. Ik denk niet dat ik eerder in een selectie heb gespeeld die niet met zoveel kwaliteit. Je moet niet zo lang antwoorden geven. Tuurlijk niet. Maar dan gaan de vragen weer... Ja, maakt er niet uit. We kunnen niet iedereen beantwoorden. Sorry, maar sommige vragen... Ja, okay, ja, gewoon wat meer tijd. Maar dan moet u even de vragen opnieuw stellen als jullie het graag willen weten, de antwoorden. Ja. Ja. We gaan rustig verder met de volgende vragen. Kom maar weer door. We zijn er weer klaar voor. We gaan naar Stenks. Stenks kan ook hier komen. Stenks moet gewoon hier komen. Die kan gaan lopen. Kamer 2220. Ja. Iedereen gaat nu bellen natuurlijk naar dit hotel. Ambieer je trainerschap rond bij AZ natuurlijk? Ja, daar heb ik wel veel over nagedacht. Daar moet ik ook steeds meer over nadenken. Maar ik ga zeker mijn diploma's halen. Ja. En ik wil uiteindelijk ook ervaren of ik het echt leuk vind. Mooie carrière weggelegd voor Ron. Hoor. We hebben een beller. We hebben een beller, jongens. Ja, we gaan nu worden opgenomen door Ilke. Rodi de Boer, wil jij niet meer bellen naar onze kamer, alsjeblieft? Dankjewel. Die jongens neem je ook zo serieus. Ja. Wie is de jongste speler uit AZ1? De jongste? Goh. Wie is er nu mee? Is dat Kenzo? Mo, hè? Dus, Mo is nog jonger. Is 13 volgens mij, toch? 13. Wie? Oh. Nou, wordt de camera... Kamer 2-2-1 wordt nu gebeld. Ja. We gaan weer verder, jongens. Cristiano Delbare 4, hoe gaat het? Ja, het gaat uitstekend. We zitten er nog vrolijk bij vanavond, dus het gaat hartstikke goed. Als je mee zou doen aan Wie is de Mol, zou je de mol kunnen zijn, Ron? Ik niet. Ik kan echt niet liegen. Nee? Nee. Wel buurman mol, maar dat kan wel. Mag
live met jullie. Ja, daar kunnen we niet aan beginnen, jongens. We zijn al live, jongens. Is dat niet genoeg? Max 12 voor. Ik zag je laatst in Julianapark in Horen. Dat klopt, Max. Daar moet wel eens de hond worden uitgelaten, natuurlijk. Is Peer de ware opvolger van zijn broer Teun? Ja. Nou, hij heeft wel veel kwaliteiten, dus. Wat is er nou weer? Jasper en Rodi, alsjeblieft, zeg. Oh, jongens, hey. Iedereen kan het zo zien. Dus ja. Mij, ik maak mijn debuut met dit, dus... Ja, dat snap ik. Leen Kramer, wat vind je van Bela, vraagt hij. Bela, fantastische trainer. Calvin Als je met Steen. Hem kan werken, zou ik het altijd doen. Ik heb Calvin Steens fanaccount, hoe is het met Panta? Misschien leuk om te vertellen dat het op zich goed gaat. Ja, huh? Panta's operatie was helemaal geslaagd en het herstel gaat nu beginnen. Ja. En ja, zoals Panta kende, zeer positief en zeer... Zeer vol energie, dus hij gaat ervoor, hè? Vol goede moed, gaat natuurlijk wel even duren, maar gaat helemaal goed komen. Ja, zeker. Dus een strijder. Ja. De helft van onze kijkers zijn onze teamgenoten. Ja, dat is echt een compliment dit, hè? Nee, Sam, dat klopt inderdaad. Ja, weet je, die denken dat ze grappig zijn af en toe. Dat krijg je wel eens. Ja. Je mist wel een beetje Guus een beetje. Daniel Pover, die mist Guus. Ja, dat kan me voorstellen, ja. Ja, het was wel grappig, af en toe. Wie? Guusje? Ja, wat veel humor. Of ja, Guus had het. Ja, daarom, ja, zeker. Zie je, ja. Misschien, ja, wellicht ons ook wel, maar... Wat willen jullie van de bandsite? De bandsite is... we hopen dat die wel wat gaat groeien. Maar daar zijn we met z'n allen hard mee bezig natuurlijk. In aantallen bedoel je? Ja, gewoon echt. Dat het nog groter wordt. Ja, tuurlijk. Nou, dat zou wel fantastisch zijn. En de sfeer, ik vind het ook een sfeer, sfeer zonder dak is toch wel... Het is echt, ja, we hebben het nu echt toegenomen, zeker weten. Zeker de laatste jaren is het echt ontzettend de goede richting ingegaan. Het is natuurlijk een wisselwerking tussen spelers en supporters. Er wordt bij ons op de deur geklopt. Oh. We gaan even kijken wie er is. Ja, laten we eens erin. Ja, hoor. Ja, daar zijn ze, mannen. Ja. Hey, ja, ja, wat man. Ja, toch. Ja, toch. Jullie vragen, wij draaien. Daar zijn ze, mannen. Nu gaat het. Die kijkers even. Ja, wij gaan er weer vandoor. De helft van onze kijkers die zijn nu aangeschoven, dus het gaat lekker. Ja. Ik denk dat die vertienvoudig is. Maar ik zou even die telefoon uit alsjeblieft. We zijn hier met serieuze werk. Oude lol, broer. Goedenavond, jongens. Goedenavond. Nou, jullie kunnen ook wat vragen stellen aan deze twee knapen. Maar kijk wat je zegt. Ja, joh. Laat me die camera. Oh, en heb jij de grootste mond van de groep? Bro, je moet lezen. Ik moet lezen. Shit. De grootste man van de groep? Nee, zeker niet. Want er zijn een aantal anderen. Laat me kijken. Niet te lang nadenken over je antwoorden. Je hebt er natuurlijk een paar. Myron Boadu, Teun Koopmeiners, Jordi Klaasie, mensen. Onderschat Jordi Klaasie niet. Wie denk jij nog meer? Rodi de Boer. We moeten even interventie doen, want er komen... Oh, jullie geven nu in anderhalf minuut antwoord op één vraag. Oh, ja, sorry. Dan gaan we weer even verder. Mm-hmm. Dan gaan we rustig verder, inderdaad. Zeg mijn naam. Boyd Klaassen. Geen probleem. Boyd. Je hebt echt een mooie sick, Owen. Dankjewel. Nee, hoe oud ben je, Owen? 20. Ben oud. Heeft hij al 4 jaar voor gespaard, die sick? Die lijf was Simon, boys. We zijn daarbij wat leuker. Steeds ben je naar de kapper geweest. Nou, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, ik ben naar de kapper geweest, ja. Blijf een goede vraag. Vinden jullie Ed van der Pol ook zo dik geworden? Zo dik geworden? Oh, zo. Wie vraagt dat? Oh. Wie vraagt dat? Ja. Dat ging heel snel voorbij wie dat vroeg, maar... Je kan niet terug. Het is inderdaad wel een beetje toegenomen in gewicht. hoe dat komt, weet ik niet. Je zit ook gelijk in afname qua foto's. Je hebt gelijk minder foto's. Ja, inderdaad. Ja. Sam, 0226, wil je een keer een koffie doen in Horen? Ja, Sam, ik doe elke dag koffie in Horen, dus kom jij maar langs. Stengs lijkt nu echt op Liro Sané. Zo. Hey. Oh, dat vindt hij leuk om te doen. Dat vindt hij mooi. Geen eigen identiteit. Wacht even, hoor. Ja.
Stengs, blijf alsjeblieft bij AZ. Nou, volgens mij is dat net naar buiten gekomen dat Kelvin gewoon blijft bij ons. Ja, zeker weten. Ja. Ja. Owen, blijf jij ook nog? Ja, zeker weten. Ah, dat vind ik leuk, man. Ik heb het hartstikke naar mijn zin, man. Ja, top. Is, top. Ja. Hoe gaat het met Peter en Margaret? Dat zijn mijn vader en moeder. Zijn jouw vader en moeder? Dat is wel lief. Ja? Dat, ja. Ja, dat is wel aardig. Matsu vroeg dat. Hartstikke leuk. Dat gaat hartstikke goed met mijn vader en moeder. Dankjewel. Ja, dat is aardig. Dat is aardig, ja. Wat denk je met mijn vader en moeder vragen? Hey, wie dan? Wat zegt die over mijn nicht? Of je nicht? Wat? Mijn beugeltante is Owens zijn nicht. Oh! Hé, hey, wat? Is mijn zoontje nicht. Is mijn tante, is mijn tante. Even serieus, we zijn natuurlijk wel even serieus bezig hier. Ja, inderdaad, ja. Wil je even serieuze vragen beantwoorden? Ja. Nou, ik kom even geen vragen. Wie gaat de eerste hat-trick scoren in Oranje? Zo. Ja, we kunnen iedereen zeggen, het hoeft niet per se op ons te doen, een toernooi, sowieso niet op mij. En, niet op ja. En ook niet op jou trouwens. Ja, dat is een vraag. Het gaat zo snel dit, jongens. Jullie zijn te oog. Waar je afspraak maken? Gewoon in het, midden in het centrum, dan lopen we gewoon af en toe rond. Wie is het, zie je vanzelf. Wie is het sterkst van AZ? Het sterkst. Zeg niks meer. Zeg niks meer. Ik 100%. Ik ben het sterkst van AZ. Kijk die kleine jongens hier zo naast me. Ik ben het sterkst. Zeg niks meer. Je mag het terug. Je mag het terug, moeder. Zeg niks meer. Ja, joh. Deze mag niet blijven. Oh, ga je nog een keer scoren? Is wel een goede vraag. Oh, dat is wel een hele goede vraag. Nou ja, mijn beste vriend krijgt... heel wat kansen in de wedstrijd, volgens mij. Zeker weten. En ja, hij moet gewoon even werken aan zijn afronding, maar ja. Komt wel goed, hoor. Ja, wordt daar gewerkt in de training, dus... Daar scoort hij ook al niet zoveel. Daar wordt daar gewerkt. Ja. Marco is wel goed. Ja, Marco kan het zeggen, toch? Ja, hij is keeper, hij pakt veel ballen van Owen. Ja. Niet van mij. Ja. Hoe gaan we nog door? Een paar minuutjes nog? Ja jongens, laten we nog een paar minuutjes doorgaan. Laatste vragen. Ik ga er vandoor, rustig aan. Was gezellig. Iemand vraagt of je nog een potje pingpong komt. Iemand vraagt of je nog een potje pingpong komt. Wie vraagt dat? Wie vraagt dat? Chanel. Of we nog een potje pingpong? Ja man. Tuurlijk. Wel, ja. Tuurlijk, daag me uit. Hij is de slechtste. Ik ben ready voor alles. Ja, goedenavond, daar zijn we weer. Jongens, de wifi in Spanje is niet zoals we gehoopt hadden. Hij viel eventjes weg. Gelukkig zijn we er nog. We waren eigenlijk wel aan het afsluiten. We zaten in de afrondende fase, maar goed, omdat we nog wat blessuretijd hebben, gaan we nog even een paar minuten verder. Beton en muur. Zelfs uit Porto. Zelfs uit Porto zitten ze hier, jongens. Dani, de weer trots van West-Friesland. Kijk eens aan. Ik ben ook een West-Fries, hè. Ja. Ik vergeet dat nooit. Nee, jongens. Rusland, Russia. Jeetje, man. Ja, jongens, we zitten er allemaal, jongens. Oh, Kel. Kies je voor Owen of Myron? Ja, hij is net weg. We moeten dat altijd eigenlijk moeten vragen nog. Ik denk dat hij voor Owen kiest, man. Jij? Nah, voor Myron. Hij kan er geen antwoord op. Nah, geeft hij geen antwoord op. Dorito Kraakmanus. Staan jullie achter jullie bijnamen? Bijnamen zijn bijnamen. Die verzinnen we zelf niet. Nee. Dus ja. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel. Ja, het heeft wel wat. Het heeft zeker wat. Zeker. Prachtig, ja. Voor de mensen die nu allemaal erin komen. De wifi viel net weg. Sorry jongens, hij viel uit. Vandaar dat we er nu nog eventjes zijn in blessuretijd. We gaan nog heel even door. Een paar vragen nog. En dan duiken we ons bed in. Miel van Twijver. Of ik bij Apollo gespeeld heb. Jazeker, daar ben ik begonnen. Toen ik 6 was. Eerste zwemdiploma natuurlijk. En toen mocht ik voetbal. Ja. 5 jaar gespeeld. SVW. Heerdegewaard en toen AZ in de jeugd. Ja, Lars Ruikers, van wie van jullie zou ik een shirt kopen? Ja, Lars, dat kan er maar één zijn natuurlijk, hè? Anders koop jij een keepershirt met Vlaar erop. Dat zou ik leuk vinden. Ja, is dat wat? Daar willen we wel een foto van. Dan willen we daar een foto van, inderdaad. En rug nummer 1 gewoon wel. Ja. Mooie combi. Zeker. Wat is je sterkste punt? Sterkste punt? Ja, goeie vraag. Nou, je bent wel hard. Ja, dat denk ik ook, ja.
niet echt, echt een sterk punt dat er bovenuit steekt. Ik probeer allround te zijn, dat vind ik belangrijk. Zeker. Boys, gaan we kampioen worden? We gaan een poging wagen. We gaan ervoor in ieder geval. Dat lijkt me duidelijk. Allemaal clichés, wedstrijd tot wedstrijd. Het is wel zo. Het is zo. We moeten naar onszelf kijken, zo simpel zeker, is het. Zeker, ja. Maar wij willen het 100%, hoe dan ook. Tuurlijk willen we dat. Wilde je vroeger ook keeper worden? Ja, Fleur, dat... ja en nee. Het zat altijd wel in mijn gedachten om keeper te worden. Maar vroeger ben je daar niet zo mee bezig. En wilde ik graag architect worden, eerlijk gezegd. Dat probeer ik nu nog steeds een beetje. Maar daarnaast, naast het voetbal. Dat weet jij natuurlijk wel. Champions League winnen of wereldkampioen? Wereldkampioen, ja, tuurlijk, zeker. Denk ik, ja, Michel, dat is toch wel het mooiste wat er is, vind ik. Dat Noah vind ik. Van der Roos, wie van jullie vinden jullie de grappigste speler uit de selectie? De grappigste. Die echt humor heeft. Ja. Echt leuke humor ook, ja. Hè? Ja, jij vindt jezelf natuurlijk. Nee. Jij, vindt je, jij lacht altijd eens om jouw grappen. Ja, ik ben van mijn eigen humor. Ja, inderdaad. Ik moet voor goede huizen komen, wil anderen lachen, maar... Ja, klopt, ja. Nee, ik Thomas Ouwejan. Erg grappig, jongen. Heel droog. Heel droog. Ja. Heel droog. Rob Tamminga trouwens, onze fysio. En die geloof ik nooit. Nee, die kan je niet serieus nemen. Nee, die kan je niet serieus nemen. Weten die mensen het ook weer. Ja. Ja. Even kijken, hoor. Ah, dat is ook al een mooie. Hier dan. Matsu, is hier weer. Hey, die heeft wel wat vragen voor jou, hè? Die had ook een groet aan mijn ouders. Ook een groet aan je ouders, inderdaad. Ja. Ja, ja. Wat ga je doen aan je carrière? Wat zijn je plannen? Met voetbalpensioen. Dat is mijn humor. Nee. Wat houdt dat in? Wat houdt dat in? Ja, dat weet ik nog niet. Maar ik heb die vraag ook al eerder gehad natuurlijk. Of ik trainer wil worden. Nou, dat denk ik wel. De diplomas in ieder geval halen. En dan, wil ik in ieder geval ervaren of het leuk is. En of ik dat echt leuk vind. En, maar ik denk het wel. Ik denk dat ik wel spelers kan motiveren en kan sturen. Dat denk ik in ieder geval. Er komen allemaal familieleden ook bij, Rob. Jeetje, gaat hard, joh. Ja, het gaat snel, joh. Buren van mijn zus. Buren van je zus, de broer van je hond. Alles, jongen, komt voorbij. Ik zie je wel als trainer, Ron. Ja, dat hoor ik inderdaad vaker. Dat vind ik ook, ja. Matsu. Wie is de meeste high class in de selectie? Oeh. Leon Bergsma. Ja. Leon Bergsma. Ja, altijd hetzelfde lange jasje aan. Kamelenbruin. Hè? Luca van Hoven. Wat zegt Luca? Favoriete tattoo, is dat die? Mijn favoriete tattoo? Koffiebonen. Ja, dat zijn die koffiebonen. Nee. Alles is mijn favoriete tattoo. Ja. Alles zit er gedacht achter. Ja. Zeker. Even kijken, hoor. Ja. Wie heeft de beste auto? Wie heeft de beste auto? Nou, onze sponsor is BMW. Ja, we worden allemaal gesponsord door BMW. Dus we rijden daar bijna allemaal dezelfde auto. Ja. Klopt. Ron, ga je meespelen tegen Willem II? Indy. Nou, dat is aan de trainer. Ik kan even bellen. Ja, zal ik Arne even bellen, jongens? Misschien kan hij even langskomen hier dan, voor wat vragen nog, of niet? Nee, maar dat bepaalt hij natuurlijk. Ik ga ervoor. Ja, mensen willen het niet. Oh, die willen het ook. Nee, die willen het ook niet. Nee. Oh, dat ik speelde, dacht ik. Oh! Nou, zullen we nog twee vragen doen? Ja, we doen nog twee vragen, jongens. Wel echt twee hele goede vragen die eigenlijk het liefst niks met voetbal te maken hebben. Dat vind ik leuk. Even kijken. We gaan kijken. Marco, wat is het moeilijkste aan keeper zijn? Ja. Goeie vraag. Mentale gedeelte. Allermoeilijkste aan keeper zijn. 100%. Mentaal. Ja, soms krijg je bijna geen bal. Maar die bal die komt, die moet je hebben. Ja, daarom. Dat is wel niet goed. Alleen dat. Oké. Okay. Even kijken, hoor. Ja. Tim Hoefnagel. Vlaar, waarom ben je kaal? Lekker makkelijk. Lekker makkelijk, hè? Staat me ook wel, toch? Eerlijk. Ja, kijk, al die hartjes langskomen. Ja, dat is niet normaal. Het staat hem, ja. Godzijdorie. Oh, dat ging heel snel. Zo. Favoriete vakantieland? Spanje, denk ik. Spanje? Curaçao, top. Ibiza, top. Gewoon lekker. Polynesië. Ja, nee, 100%. Ja, totaal verschillend. Ja. We lijken wel soms een beetje op elkaar, maar daarin niet, hoor. Nee, klopt inderdaad, nee. Ron komt bijna niet uit Weesp. Ik weet het niet, dat is niet Weesp wel.
Marco, oh, dat ging even te snel. Je zei de laatste vraag nog, hè? Maar we gaan nog even rustig door. Dus. Marco, wat is een goede tip om aan Ron, tip aan Ron om te zeggen in de wedstrijd? Tegen Marco of tegen de rest? Nee, tegen jou. Een goede tip. In de wedstrijd. Aansluiten. Aansluiten. Dat is een hele goede tip, inderdaad. Niet te veel terugspelen. Maar, ja. Nou, jij kan wel wat met een bal, dus dat is goed. Coachen. Hij moet ook coachen. Niet alleen ik, ook Ron. Het is mooi geweest, hè? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat we aardig wat vragen hebben beantwoord zo. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mocht er nog vragen zijn, dan komen er vast andere jongens een keer live. Ja, wordt wel tijd ook voor de volgende natuurlijk. Zoals ook interveren. Ja, goed idee. Nou, fijne avond nog, fijn weekend alvast. En wellicht tot volgende keer. Of ja, dat andere spelers hier zitten. Fijne avond en we zien jullie allemaal in het AZ-stadion natuurlijk. En wellicht op een training. Kan je altijd nog live vragen stellen in het echt. Hè? Ja, ook leuk. Vind ik ook leuk. Zeker leuk. Hebben we voor iedereen tijd. Want ja, we hebben natuurlijk ook veel moeten laten gaan nu. Maar krijgen jullie ook echte antwoorden. Het was wel hartstikke leuk. Dank jullie wel. En fijne avond allemaal. Tot ziens. Tot snel. Mazzel. Maak er een mooie avond met z'n allen.